Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA en heet u allen hier van harte welkom. En ook de mensen die het vanaf een andere plek volgen via beeld en of geluid. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Meneer Hofstra, welkom. Dank u wel. U wordt vandaag gehoord als getuige en als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niet dan de waarheid zult zeggen. Wilt u met mij gaan staan en mij nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u, neemt u plaats. Meneer Hofstra, u was 12 jaar lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Van 1994 tot en met 2006. 8 jaar daarvan was u woordvoerder Verkeer en Waterstaat. En u heeft in die rol deelgenomen aan heel veel debatten, ook over de HZL. Wij gaan u bevragen over de periode in de Kamer en over de rol die de Kamer met name speelde ten aanzien van het vervoer over de HZL. Het verhoor wordt met name door mevrouw Bergkamp, de heer Van Gerven en mijzelf gevoerd. Maar ook de heer Elias zal mogelijk nog aanvullende vragen stellen. Meneer Hofstra, in 1999 kwam de discussie op gang over de aanleg van de HSL Zuid en over de gedachte, wat gaan we daar dan mee doen? Wilt u voor ons de tijdgeest schetsen, zodat wij een goed beeld krijgen van hoe stond men er in die tijd in? Nou, er was heel veel steun, ook politiek, voor het project. Ik denk dat 70-80% van de Kamer daar eigenlijk helemaal voor was. We wilden het openbaar vervoer upgraden. De spoorwegen zijn een oude techniek, ze bestaan al ruim 200 jaar. Maar het kan natuurlijk met de snelle treinen tegenwoordig veel beter. Dat wilden we doen. We wilden ook bevorderen dat er op kortere afstanden in Europa minder zou worden gevlogen en dan maar meer met de trein. En het zou ook heel goed zijn als automobilisten in specifieke gevallen niet de auto kiezen, maar ook die trein. Dus daar was heel veel draagvlak voor. We waren natuurlijk al druk bezig met die HSL te bouwen. Achteraf, altijd makkelijk praten, hadden we misschien nog veel eerder over het vervoer moeten gaan nadenken. Misschien dat het hele proces wat te laat op gang gekomen. Maar goed, in 1999 was het al zover dat het kabinet zei, nou goed, we gaan dat allemaal over nadenken, hoe we dat moeten doen. En nogmaals, er was grote steun in de Kamer voor dit project en dus ook voor een goede bediening. En voor het helpen van de reiziger. En ten aanzien van de marktwerking, spoorwegen en het spoor, kunt u daar iets over zeggen? Hoe werd in die tijd in de Kamer daarover gedacht? Nou ja, kijk, we hadden het rapport Wijfels gehad. Dat was al midden 90er jaren. Over de wissel heette dat spoor, geloof ik. Heette dat rapport, dat het ging dus over het spoor. Dat het eigenlijk allemaal anders moest. En NS was natuurlijk een staatsbedrijf. Daar heb ik gisteren trouwens meneer Timmer allerlei dingen over horen zeggen, maar dat even terzijde. Het was een staatsbedrijf en dat moest gewoon anders. We hadden de nieuwe wet personenvervoer, 2000 was die. We hebben daarvoor in het streekvervoer, dat heeft u allemaal mee kunnen maken. Ja, het kan nog beter dan nu, laat ik dat er ook weer bij zeggen. Maar een geweldige vernieuwing kunnen bereiken. Bij de grote steden en bij NS, vakbondsgestuurde bedrijven, zeg ik maar even simpel, is het allemaal veel lastiger. Dus NS had een soort transitie van we moeten dat bedrijf toch veranderen. Veel mensen zeggen NS is geprivatiseerd, flauwekul. Het is niet geprivatiseerd, alle aandelen zitten nog steeds bij de overheid. We hebben het bedrijf proberen te verzelfstandigen. En daar was in de Kamer ook wel steun voor, maar vaak met kleinere meerderheden. Mm-hmm. En de marktwerking, ook binnen het openbaar vervoer, staat heel duidelijk in de regeerakkoorden. Kok 1 en kok 2. Dus 94, 2002. En een onderdeel van die marktwerking is dan de gedachte om het vervoer over de HSL Zuid aan te besteden. Kunt u uitleggen hoe de verhoudingen op dat punt in de Kamer lagen? Nou, nogmaals, er was wel een meerderheid voor, want anders hadden die kabinetten nog niet kunnen functioneren. Maar marktwerking is geen doel op zich. Het is alleen maar een middel, zo hebben we het altijd gezien, om het openbaar vervoer te verbeteren. En dat is ook gelukt, alleen bij NS is dat proces niet goed afgemaakt. En ook bij de grote steden niet trouwens.
Maar er is dus een tijdgeest, zeker vanuit de regering, om een aantal marktprikkels in te zetten. Dan is de gedachte ontstaan, we gaan het vervoer over de HSL-Zuid aanbesteden. Maar tegelijkertijd krijgt de NS de kans om het binnenlands vervoer toch te doen via een gunning van we geven het aan de NS. Vond u dat nou een logische keuze in die tijdgeest? Ja, daar hebben wij ons als fractie ook niet tegen verzet. Want kijk, het feit is, NS is een bekend bedrijf, is een groot bedrijf. Ik wil hopen dat zij weten hoe het met het spoor moet. Dus het is onze huiscarrière, zou je ook kunnen zeggen. Dus het zou onlogisch zijn om het direct op de markt te gooien. Dus ik vond de opbouw vanuit het kabinet van, we gaan het eerst met NS bespreken. Dat is 1, 2, 3 maal gebeurd. En dan openbaar aanbesteden. Dat vond ik een logische keus. Daar heeft trouwens de Kamer zich in die jaren ook mee verenigd. De een sputterde wel wat meer tegen een ander, maar er is geen motie ooit geweest of aangenomen die zei dat mag niet. Dus de Kamer volgde de regering daar ook in. En het was ook een logische stapsgewijze aanpak, waarbij we als Kamer ook het proces goed konden volgen. Maar de Kamer wilde een stap verder gaan. Die wilde eigenlijk niet alleen dat de NS het recht zou krijgen om het binnenlands vervoer te doen, maar die wilde gewoon de HSL aan de NS geven. Ja, uiteindelijk is dat ook gebeurd. We hebben al die onderhandse pogingen gehad. Mm-hmm. En we hebben nu duidelijk kunnen zien, ook door uw werk en de afgelopen dagen, dat het allemaal fake was. De bieding was fake en de aanbesteding was fake, want er was helemaal geen marktspanning. Er waren dus maar 3 aanbieders en er viel er nog 1 vanaf, er waren er maar 2. Dus 1 NS en anders in de wachtkamer. Dus uiteindelijk is precies gebeurd wat dan die mensen zouden willen. Maar ik had de hoop dat er marktspanning was en dat er veel meer belangstelling voor was. En ik vind het nog steeds curieus dat DB een mot inlevert dat direct kan worden afgewezen wat het niet voldoet. DB. Een van de grootste bedrijven in Europa, zo niet de grootste. En ook de SNCF. En waar was de Thalys-combinatie? Die is toch niet bij de biedingen meegedaan. Komt zo nog op, want u heeft zich daar nog over gebogen. Maar toch nog even een stukje terug. Er is dus een beeld, we willen meer marktprikkels. De NS krijgt in beginsel wel het eerste recht om te kijken wat kunnen wij bieden binnenlands. Maar de gedachte was, buitenlands gaan we aanbesteden. De Kamer wilde dat niet. Maakte de Kamer het nou de minister serieus lastig? Nee. Waarom niet? Dat moet ik aan die andere Kamerleden vragen. Ik had ook niet zoveel behoefte om het daar lastig te maken, omdat ik het er eigenlijk wel mee eens was. En nogmaals, die NS niet wilde bruskeren, we zeggen jullie mogen helemaal niks, dus laat NS maar beginnen. Maar ik had hoop dat we via een marktspanning die er niet bleek te zijn, toch andere geïnteresseerde partijen zouden krijgen. En ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken met al mijn sympathie richting NS, dat het ook niet erg zou zijn als een ander het had gedaan. Als het maar een goed voorstel was, een goed bod en een goed product. Want we hebben verschillende kamerstukken natuurlijk teruggelezen. En we hebben geconstateerd dat u aan de ene kant wel duidelijk voorstander was van die marktprikkels. Aan de andere kant had u ook wel het idee, we moeten niet overdrijven op dat punt. Kunt u uw positie daarin ook voor het publiek even goed in herinnering roepen? Nou ja, kijk, het was wel een discussie die steeds in de Kamer liep. Ik kan me herinneren dat mijn toenmalige collega woordvoerder Van Gijzel van de PvdA, die riep altijd, den besten moet winnen. Dan moest ik weer interrumperen. Voorzitter, collega Van Gijsel bedoelt, de beste moet winnen. De beste, Rob de Beste was toen de president-directeur van NS. Dus dat gaf wel een beetje, maar de PvdA is ook in de coalitie. En nogmaals, er is nooit een debat in de Kamer gevoerd over dit is helemaal verkeerd, maar we willen het niet. De meerderheid heeft de minister gevolgd. Oké. U heeft op een moment een uitstapje gemaakt naar Frankrijk met partijgenoten in 1999. U heeft daar ook in de Kamer iets over gezegd. In ieder geval heeft u gezegd, nou die Fransen die kijken toch wel op een beetje bijzondere manier naar dat aanbesteden, kijken ook naar Nederland. Kunt u even uitleggen wat daar nou eigenlijk u is opgevallen? Nou ja, kijk, Nederland is maar een klein landje. En ik was bijvoorbeeld ooit in New York bij de voorzitter van de taxicommissie en die probeerde ik uit te leggen wat wij in eerste instantie bij de taxi hadden gedaan. De man die viel van het lachen van de stoel. Frankrijk had ik een beetje hetzelfde doen, ik vertelde hoe we dat gingen doen. Die kwamen ook niet meer bij. Maar dat is niet zo erg. Wij zijn een klein landje met een eigen cultuur. Maar in die grote landen gaat het heel anders. Wat vonden ze dan zo raar wat we aan het doen waren? Nou ja, kijk. Fransen denken vanuit Parijs. Nou, die hebben een geweldig spoorwegnet. Deze gaat dan naar Amsterdam. Dat is maar 500 kilometer, of niet eens, 450. En dan praten wij over die laatste 100 kilometer. Waarvan we over een stuk ten noorden van Rotterdam niet hadden hoeven aanleggen. Maar dat is ook nog terzijde. Dus dan denken zij, we zijn lui mee bezig. Wij moeten nog eerst van Parijs naar Lille en van Lille naar Brussel. En van Brussel moeten we dan Antwerpen, Nederland. Dus wij zaten ons misschien ook veel te groot te maken als klein landje aan het eind van zo'n lijn. En daarom is er misschien die marktspanning er ook nooit gekomen.
Want de Fransen dachten natuurlijk, ze komen wel. U sprak ook in term van gekke Henkie, gekke Gerritjes, werd er ook wel eens gezegd. Ja. Wat werd daar dan mee bedoeld, met die terminologie? Nou ja, dat als Europa wat roept, Brussel, de commissie, dat je dan direct, of kunt direct, nou gaan we direct doen. Of we zeggen, ik wacht nog maar even. Ik denk als je kijkt naar alle leden van de EU, dat zit er misschien wel een tijdsverloop van 10 jaar in, dat de eerste doet en de laatste. Nou, dat was de vraag of het aanbesteed moest worden. Okay. Ik denk dat dat niet hoefde, maar het kon wel, het mocht wel. En de gedachte was, Europa wil aanbesteden en Nederland loopt daarin voorop. Is dat het gekke Henkie effect? Nou ja, dat dachten misschien de mensen die wat minder voor aanbesteding waren. Mm-hmm. Maar ik denk dat je vanuit Brussel niet had kunnen zeggen in die tijd, het moest, maar het mocht wel. Maar als ik uw positie, want u heeft die vanmorgen een beetje geschetst, van u was wel voorstander van aanbesteden, maar niet ten koste van alles. Wel blijven nadenken ook over de positie van de NS. En vond u die gedachten goed met elkaar te verenigen? Nou ja, wat in dit dossier, als je achteraf kijkt, ook heel compliceerd heeft gewerkt, is niet alleen de moeilijke verhouding tussen Den Haag en NS, maar ook het feit dat NS volledig van ons is. En dat hoorde u gisteren van meneer Timmer ook heel duidelijk. Hij bood niet van zijn eigen geld, hij bood van ons geld. Dus dat maakt ook niet duidelijk veel die bood. Toen werd ook trouwens duidelijk wat ik eerder had verwacht van de Raad van Commissarissen heeft er een hapje bovenop gedaan. Maar is met name juist dat aspect, het besef van we hebben het over een staatsdeelneming, in die hele marktprikkels en aanbestedendiscussie, stond dat nou scherp op het netvlies van de Kamer in die debatten? Ik zal u zeggen, want als we het lezen gaat het vooral over hoe doen we het, maar dit aspect, hoe woog dat dan mee? Nou ja, dat is niet een hele expliciete keuze gemaakt. We hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, onze eigen deelneming mag niet meedoen. Al was het maar omdat het boekhoudkundig onzuiver is. Maar is dat een onderwerp van gesprek geweest? Het is niet een bedrijf, maar het is een staatsdeelneming. Jawel, dat is wel onderwerp van gesprek geweest. En we hebben ook wel eens aangevoerd van, moet NS dan wel meedoen? Hè? Want dat is een lastige vergelijking. En ik vond het ook heel treffend dat Timmer gisteren zei aan het eind van, ja, eigenlijk hadden we hem helemaal niet moeten bieden. Dus misschien kwamen dan wel Den Haag en NS weer op hetzelfde punt uit eigenlijk. Okay. Dus in de hele Kamer was dus een voorkeur voor NS, maar wat u betreft niet ten koste van alles. Zou ik het dan zo mogen samenvatten? Ja, u, en uiteindelijk is de lijn van het kabinet gevolgd. Gewoon een stapsgewijze ontwikkeling, beginnen met gunning uit de hand. Als dat niet goed lukte, en NS had natuurlijk wel ontzettend te difficulteren, dan gaan we openbaar aanbesteden. Achteraf blik je openbare aanbesteding en openbare gunning. Maar, dus daar geeft u nog even aan in uw slotwoord op dit punt, dat het kabinet wilde aanbesteden, de Kamer wilde het niet en het is gewoon toch gebeurd. Ja, maar de Kamer wilde dus ook aanbesteden. Dat zou niet gewild, dat ze het anders moeten regelen. Ja, maar dan kom ik toch even terug op het feit dat in al die debatten heel duidelijk het idee is, wij willen de NS die ruimte geven. En hoe kan het dan dat dat uiteindelijk niet gebeurt? Omdat iedereen, nogmaals, ook onze fractie was er best voor om NS een kans te geven. Het zelfs heel logisch te vinden voor het interne vervoer, maar dat kun je niet helemaal loszien van het externe vervoer. En dus is die procedure zo ingezet met die trapsgewijze aanpak. Mm-hmm. Eerst gunning uit de hand. Lukt dat niet, dan hebben we achter de deur de aanbesteding staan. En daar is de Kamer volledig mee akkoord gegaan. Er is nooit een uitspraak van de Kamer geweest dat dat niet mocht of niet kon of niet moest. U maakt een mooie brug naar het stapsgewijze en mevrouw Bergkamp zal daar een aftrap op geven. Ja, meneer Hofstra, we gaan over naar het onderwerp de concrete aanbesteding van het vervoer op de hoge snelheidslijn. Hoewel minister Netelenbos in 1999 vraagt aan de NS om als eerste een bod uit te brengen op het binnenlands vervoer, doet de NS dat niet, want de NS biedt een integraal bod waar het internationale in zit en het binnenlandse vervoer. U was daarover teleurgesteld. Kunt u dat toelichten? Nou ja, kijk, ik vind het sowieso als volwassen mensen onder elkaar, als je A vraagt en het antwoord is B, dan is dat raar. En als er nou twee wildvreemden zijn, dan zeg je nou oké, het zal wel. Maar dit zijn mensen die zijn tot elkaar veroordeeld, NS en de minister, althans deze minister. Dus dan is het toch raar dat er zo wordt gecommuniceerd. Hetzelfde wat ook iedere keer opviel is dat als je zegt we willen graag A, B, C apart, dan noemen ze alleen maar D het totaal. En dan krijg je niet te horen wat A, B en C zijn. Had u dat dus verwacht? Nou ja, ik vind het ook van de NS ontzettend onhandig om het zo te doen. Maar had u het verwacht? Ja, dat is lastig om dat nu te zeggen of ik dat op dat moment toen verwacht had. Ik vond het raar dat de NS niet gewoon antwoordde wat er gevraagd werd. Ze hadden altijd de vrijheid gehad om daarnaast nog hun eigen verhaal te zetten als ze vonden dat het anders moest. Maar je had geen signalen gehad dat de NS een integraal bod zou doen? Dus het nationale en het internationale. Ik sluit niet uit, want ze lobbyden veel en ze kwamen ook veel langs. Dus het kan best zijn dat de informele gewisseld is van hou er rekening mee dat wij met een dergelijke aanpak komen. Dat zou best kunnen. Ja, dus u sluit niet uit dat de NS in de lobby zeg maar eerder had gecommuniceerd wat ze zouden gaan doen, namelijk afwijken van wat er gevraagd werd?
Ja, dat zou kunnen, maar dat kan ik nu niet beamen dat het zo is. Dat weet ik niet zo. Het voorstel wat de NS doet voldoet niet aan wat er gevraagd wordt op meerdere punten. En minister Netelenbos zegt dan ook dat het NS-bod niet voldoet, niet ontvankelijk is. Het wordt afgewezen. Maar vervolgens geeft de NS in november 1999 nog een tweede kans. De NS gaat daar niet op in. En het kabinet heeft al eerder aangezegd, als de NS daar niet op ingaat, dan hadden ze het voornemen dat er openbaar aanbesteed zou worden over het hele vervoer. Hoe stond u daar tegenover dat voornemen van het kabinet om dan maar alles openbaar aan te besteden? Nou, daar waren wij dus niet tegen. Daar was zelfs de Kamer niet tegen, want het hele proces is doorlopen. Maar het was een stapsgewijze opbouw. En dat eerste was dus helemaal misgegaan, onhandig genoeg, communicatieproblemen denk ik. Toen die tweede ging het ook weer mis, want ja, daar had NS ook een verhaal bij, van dit is niet goed, dat is niet goed. En toen kwam vanzelf hoofdstuk 3 aan de orde en dat was de openbare aanbesteding. Dus u was niet tegen, mag ik zeggen, u was voor? Nee. Ja, ik was voor. Ik vind wel achteraf dat we op dat punt van dat IC Max heette dat, geloof ik. Daar komen we anders straks nog. De Kamer wel vrij sumier over heeft, ik geloof dat zelfs de naam niet eens gewisseld is, sumier over heeft geïnformeerd. Maar goed, dan had de Kamer ook kunnen zeggen als ze dat wilde. We wilden daar meer van weten. En misschien hebben we ook in de vele vertrouwelijke overleggen er ook wel een keer over gesproken, maar dat weet ik niet meer. Logisch was dat fase 3 aanbrak en dat was de openbare aanbesteding. Ja, u was voor. Hoe dachten uw collega-woordvoerders van de regeringsfracties daarover? De heer Van Gijzel van de PvdA en de heer Van Walsum van D66. Waren die ook verheugd? Nou, ik weet niet of ze echt verheugd waren. Het dossier werd natuurlijk langzamerhand, kreeg het wat meer treurnis in zich. Het was in het begin natuurlijk een geweldig project. En we zouden in 2005, geloof ik, nog met Pijs naar Parijs, maar dat is allemaal anders geworden. Ja. Ik weet niet precies wat de gevoelens waren bij de coalitiepartners, maar ik stel wel weer vast dat de Kamer dit heeft gevolgd. Ja, maar misschien mag ik u even dan helpen qua herinnering. Er zijn een aantal algemene overleggen geweest en uit die algemene overleggen bleek dat de regeringsfractie D66 PvdA eigenlijk een voorkeur hadden voor de gunning aan de NS voor de exploitatie van de HSL en dan ook zeg maar integraal. En merkte u dat, zeg maar, toen het voornemen kwam van het kabinet, merkte u toen ook dat de regeringsfracties toch zoiets hadden van, goh, daar zijn we niet blij mee? Want in die algemene overleg is dat wel uitgewisseld. Ja, er is wel over gesproken, maar nogmaals, ik kan me niet een moment heugen dat er toen gezegd is van, of middel moties uitgesproken door de Kamer, dat het niet mocht. Ja, maar zonder van de moties, je hebt meer instrument als Kamerlid, je kan ook zeggen wat je ervan vindt, natuurlijk. Nee, dat klopt, maar wat men ook gezegd heeft. En wat de toenmalige collega's zeggen, ik kan me niet meer zo goed herinneren. Maar uiteindelijk is de trein gewoon doorgereden en we gingen met die aanbesteding beginnen. En daar heeft de hele coalitie, wat zeg ik, de hele Kamer mee ingestapt. Ja, maar op dat moment, toen het voorkeur van het kabinet naar buiten kwam, dat was wel eerder gecommuniceerd als de NS niet op in zou gaan, wist u wel dat voor de PvdA en D66 dat moeilijk lag? Dat ze eerder hadden aangegeven dat ze liever het hadden gegund aan NS, dat wist u? Dat zou kunnen, maar ik was geen minister. Dus, maar u wist het wel, als collega woordvoerder wist u dat wel? Nou, ik wist wel dat die er anders in zaten dan wij erin zaten. Ja, zij zaten er anders in, u was voor. Vervolgens hebben we tijdens deze enquête ook een paar keer gesproken over de Oranje combinatie. Een consortium, een samenwerking tussen de NS, de KLM en Schiphol. Die waren bezig om een bod voor te bereiden, of er was een bod gedaan, een verkenning, een voorstel. Er zijn verschillende namen daarvoor genoemd in de enquête. Maar tegelijkertijd waren er natuurlijk ook al de voorbereidingen voor de openbare aanbesteding. Was u op de hoogte van die voorbereidingen van het consortium? Wist u dat? Ja, ik denk dat ik dat wel wist. Want er is toen ook wel naar buiten gekomen dat die oranje variant, om het zo maar te noemen, dat die er was. U wist van de voorbereidingen daarvan op dat moment? Op welk moment bedoelt u nu? Op het moment dat er zeg maar voorbereid werd, de voorbereiding voor de openbare aanbesteding, tegelijkertijd werd er gewerkt aan dat consortium. Dus dat is eind 99. Nou ja, het is allemaal in vrij korte tijd zijn er veel dingen gebeurd. Dus wat ik wel weet is dat toen bepaalde dingen door elkaar heen liepen in procedures. Ja, u wist van het consortium op dat moment? Ja, alleen als u nu zo precies vraagt, dan zou ik wel moeten weten wat moment u bedoelt. Eind 99. Ja, toen de januari 2000, eind 99, begin januari 2000. Ja, toen het kabinet kenbaar maakte dat de openbare aanbesteding zou beginnen. Nee, daarvoor nog. Ja, dan moet ik daar een andere op schuld op hebben. Ja, op dat moment, we zijn zover in de stap dat er voorbereid werd de openbare aanbesteding. En gelijktijdig werd er ook gewerkt aan dat consortium. En dat was in de periode eind 1999, begin 2000. Ja. Nee, dat kan ik niet bevestigen of ik dat toen zo precies wist. Wanneer hoorde u voor het eerst van het consortium? Nou ja, toen het met de Kamer gecommuniceerd is, misschien ietsje eerder. Via een binnenlijntje of via een vertrouwelijk overleg.
Maar dat zal nooit veel eerder geweest zijn. Ja, dus formeel zegt u van, hoorde ik het toen het naar buiten werd gebracht. Maar ik sluit niet uit dat ik ook informeel al daar wat over dat wist. Dat we dat misschien wat eerder hadden wist. Ja. En toen u dat informeel hoorde, wat vond u daar toen van? Nou ja, aan de ene kant was ik wel weer optimistisch. Omdat er een partij die zeker toen nog wel een goede naam had, KLM, meedeed. En die heeft ook een flinke snelheid, zoals u weet. Dus ik denk van, nou, misschien gaat het dan wat gebeuren. Achteraf hebben we er niks van gemerkt. Maar wij waren wel op gang naar die openbare aanbesteding. Maar u vond het niet raar dat er een voorbereiding wordt getroffen voor een openbare aanbesteding? Dat er gelijktijdig wordt gewerkt aan een alternatief achter de coulissen? Hè, dus niet in de openbaarheid. U vond dat niet raar? Nou ja, kijk, nogmaals, de vraag is even of we toen we ook in discussie waren met het kabinet, of we dat zo duidelijk wisten hoe dat precies zat. Maar ik kan me wel voorstellen, gelet op het feit dat er ook helemaal geen marktspanning bleek te zijn. En bij de voorbereiding moet het kabinet dat gemerkt hebben van de aanbesteding. Toen wisten wij als Kamer nog niks. Dat ze misschien wel gedacht hebben, ja, we moeten op een of andere manier weer op speaking terms zien te komen met een NS. Hij vond het dus niet raar. Want dat is, hè, we weten natuurlijk achteraf hoe het helemaal gegaan. Misschien is het procedureel niet helemaal correct. Misschien ook zelfs juridisch niet. Als je naar aanbestedingsregels kijkt. Maar goed, het is voor mij lastig om er nu een oordeel over te vellen. Ja, maar u zegt van, realistisch gezien vond u het niet raar dat dat gebeurde. Maar wel vraagtekens bij het juridische en of het of precies. Het, ik begreep de pogingen van het kabinet om er nog het beste van te maken, zeg maar. Om te kijken wat nog eventueel anders kon. Maar men was bezig met een formeel traject. Ja. En ik weet ook niet of het zich helemaal goed daarmee verhoudt. Ja. Vervolgens is op verzoek van minister Netelenbos in juni 2000 wordt een verkennende fase afgesloten. Ze heeft ook gevraagd aan de Kamer van wees nou even terughoudend. Dat deed de Kamer. En de formele uitkomst van die periode, de bezinningsfase, is dat het kabinet besluit om het gehele vervoer openbaar aan te besteden. Dat vond u goed? Dat vond u een goed besluit na die bezinningsfase? Ja. Was in lijn met wat u eerder zei? Het was ook logisch. Ja. Stappen volgend waren we op dat punt aangeland. Ja. En daar heeft niet alleen mijn fractie zich in kunnen vinden, positief zelfs, maar ook de coalitie en ook de Kamer. Ja. Nou, vervolgens gebeurt er nog wat anders. Voordat het zeg maar wereldkundig wordt gemaakt, het besluit van de Kamer om openbaar aan te besteden, is er nog overleg met de minister-president, het torentjesoverleg, 14 juni 2000. Was u daar zelf bij? Nee. Ik heb bij dit project nooit een torentjesoverleg meegemaakt. Okay. Was u fractieleider daarbij? Dat neem ik aan, maar dan praten we over Weyland Hans Dijkstal, denk ik. Ja. Dus die was daarbij, bij dat torentjesoverleg? Dat weet ik niet. Ik was er niet bij, ik wist er niet of hij erbij was. Of misschien onze vicevoorzitter. Heeft u terugkoppeling gekregen? Niet dat ik mij kan herinneren. Want u was woordvoerder Verkeer en Waterstaat. Verantwoordelijk voor dit traject. Er is torentjesoverleg met waarschijnlijk uw fractieleider erbij. Ja. En u krijgt dan niet een terugkoppeling? Ja, ik hoef u denk ik toch niet uit te leggen hoe het in de politiek werkt. Ik was redelijk dominant woordvoerder, durf ik ook wel te zeggen. Maar op een gegeven moment, iedereen heeft zijn eigen rol. En een fractievoorzitter heeft ook zijn rol. En als het torentjesoverleg is. En ze nodigen niet de woordvoerder uit. Wie ben ik om dat te zeggen? Nee, mijn vraag is of u een terugkoppeling heeft gekregen van het torentjesoverleg. Niet dat ik mij herinner. Kan het u best zijn dat in de fractie een keer even vluchtig over gesproken is. Maar ik kan me dat, het staat niet in mijn geheugen. U weet niks meer uit dat ik overleg? Weet niet van, nee. U heeft er helemaal geen herinnering aan dat er een terugkoppeling is gegeven. En ook niet over de inhoud. Hoewel u woordvoerder was van Verkeer en Waterstaat. Ja. Zo lopen de dingen soms. Ja. Maar u moet natuurlijk wel op een gegeven moment wat daar is afgesproken uitdragen, die uitkomsten. Is dat dan niet lastig als u dan geen terugkoppeling heeft? Nou ja, ik geloof niet dat ik problemen heb gehad met het vertolken van het standpunt van onze fractie. Ja. En ook niet, ik heb de minister in het algemeen gesteund. De ministers moet ik zeggen, want financiën leiden natuurlijk ook mee. Ja. En de lijn is consequent doorgezet. En ik denk ook niet dat er met de torentjesoverleg opeens er iets is veranderd. Nou, is het gebruikelijk dat er torentjesoverleg is waar een fractieleider van de VVD bij is en dat er geen terugkoppeling plaatsvindt naar de woordvoerder? Nou, ik zou de fractievoorzitter adviseren om er niet, geen gebruik van te maken. Maar in dit geval, ik kan me er niets van herinneren. En als het torentjesoverleg geweest zou zijn en ik was erbij geweest, zou ik me dat wel kunnen herinneren. Denk u ik. Weet er gewoon helemaal niets van? Ik weet er gewoon helemaal niets van. Nee. Dan ga ik daar niet op door, want wat u niet weet, weet u niet. Een andere vraag daarover. Op een gegeven moment zijn de regeringsfracties, D66 en PvdA, lijken om te zijn. Hè. Ze steunen het beleid van de minister om van start te gaan met de openbare aanbesteding. Waarom hebben ze dat omarmd? Wat weet u daarvan? Want ze waren eerst vrij kritisch. Ze wilden het gunnen aan de NS. Ja, maar kijk,
Ik zou zeggen, vraagt u niet af hoe het kan, maar profiteert ervan. Ik bedoel, ze liepen allemaal volgens mij de goede kant op. En er is nooit vanuit de coalitie echt verzet geweest tegen de lijn die gevolgd is. En er ons steeds is gesteund. Dus ja, ik was er ook niet zo erg mee bezig. Was er niet mee bezig? Heeft u er iets over gehoord waarom zij nu voor waren? Nou ja, ik weet hoe het gaat. Je praat natuurlijk als collega woordvoerders wel onderling. En wat hoorde u? Ik heb het niet als een heftige ombuiging of zo beleefd. Ook niet bij hun. Nee. Maar wat hoorde u daarover dan? Het was niet heftig, maar wat hoorde u wel? Nou ja, wat ik zag is dat men zich ook toch kon schikken in de lijn van het kabinet. Maar wat hoorde u daarover? Van, goh, we hebben nu de opdracht gekregen om dit te steunen? Of, nou, ik denk dat het heel simpel was. Het kabinet heeft van tevoren heel duidelijk uiteengezet hoe ze het wilden gaan doen. En daar is de Kamer mee akkoord gegaan. Ja. En ook de coalitie. Zou het ermee te maken kunnen hebben dat de positie van NS eigenlijk wel heel stevig was? En dat ze zich daarom geen zorgen hoefden te maken? Is dat een punt wat heeft meegespeeld? Ja, dat zou kunnen. Dat ook die signalen ook via de lobby tot die partijen gekomen zijn. Via de lobby, maar niet vanuit de politiek zelf. Niet vanuit de bewindspersonen. Van, goh, je hoeft je geen zorgen te maken. NS heeft een goede positie. Ja, maar dan nog zou ik zeggen, ja, als je zou strijden voor NS, dan zou ik dat dan wat explicieter doen. Maar men heeft dat dus niet gedaan en ik weet niet, dan moet u hem vragen om welke reden dat was. Hoorde u zelf de signalen dat de NS een goede positie had? Kreeg u zelf die politieke signalen? Nou ja, kijk, NS heeft nooit aan hoeven klagen over de invloed in Den Haag. Ook al was het gedrag van NS niet altijd zo dat je zegt, dat is terecht. Maar en kijk nu maar achteraf wat er allemaal gebeurd is, ook sinds ik uit de Kamer ben. Nou, er is maar één winnaar in het dossier. Ja. Maar u sluit niet uit dat het signaal toch is afgegeven, politiek misschien zelfs, niet alleen de lobby, dat de NS een sterke positie had en dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Ja, kijk, in het algemeen, NS schaakte gewoon vrolijk op twee borden. Die schaakte met het kabinet en die schaakte met de Kamer. Ja. En maar ik heb het even niet over de lobby van de NS, ik heb meer over het politieke signaal vanuit de bewindspersonen zelf. Die zijn mij niet bekend. Niet bekend? Nee. Okay. Maar ik zag dat het gewoon de goede kant op ging, dus ik maakte me daar geen zorgen over. Ik dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Van Gerven. Ja, want meneer Hofstra, ik wil nog even doorgaan op de, laten we zeggen, op de toch de tegenstelling tussen, zeg maar, de binnen de coalitiepartijen. En bijvoorbeeld een opmerking van Van Walsum, woordvoerder van D66, die, laten we zeggen, toch heel duidelijk zegt van, nou ja, we zijn eigenlijk niet klaar voor marktwerking. Er is onvoldoende, ja, ook de discussie rond de reciprociteit. Het feit dat een land, zeg maar, als je ergens een trein wil laten rijden, dat je dan beide landen moet openstellen. Maar dat bijvoorbeeld Frankrijk zijn land dicht houdt, zodat er van echte concurrentie en marktwerking op het spoor geen sprake is. Dan is er toch een hele sterke gevoel van, nou, dan moeten we dat gewoon bij NS laten. Want die markt is er gewoon niet klaar voor. U heeft dat zelf eigenlijk ook zojuist al geconstateerd. Dan moet daar toch ook binnen de coalitie over gesproken zijn. Want het ging een kant op die, laten we zeggen, toch een groot gedeelte van de Kamer, waaronder dus twee coalitiepartijen, eigenlijk op dat moment niet wilde. Ja, maar nogmaals, dat is nergens uit gebleken als u in Kamerbesluiten terugkijkt. Dus nee, maar ik citeer nu uit een algemeen overleg, ja, uit een debat in de Kamer. Ja. Nou, dat is allemaal in die tijd heeft dat plaatsgevonden. Ja. En toch, er was die oranje combinatie, waar toch ook wel veel sympathie voor bestond. Mocht allemaal niet openbaar, maar dat werd achter de schermen toch voorbereid. U hoorde dat ook, zei het heel mondjesmaat, dat er ook iets dergelijks gaande was. Was dat toch niet een charmante oplossing geweest? Het kon kennelijk niet, of het kabinet koos een andere koers. Nou, dan moet de fractie natuurlijk weer om. Nou, niet onze fractie, misschien die twee anderen, dat weet ik niet. Maar kijk, er was in het kabinet veel meer strijd dan in de Kamer over de aanbesteding. Dat hebben we ook weer gehoord deze week nog. Dat is wat u... Het verscheuren van een blauwe brief voor het oog van de afzender. Zeker. Dus dat was in het kabinet veel meer strijd. En daar is het op een gegeven moment beslecht, door de bekende knoopdoorhakker de Kok. En in de Kamer was daar veel minder strijd over. Iedereen zet zijn eigen accenten. Maar nogmaals, heel duidelijk is, ook in verhouding tot andere geschreven, dat de Kamer hier steeds het kabinet heeft gevolgd. Weliswaar kritisch was en er ook af en toe wel dingen moesten worden aangepast. Maar in de grote lijn kon het kabinet doorzetten. Goed, we kunnen constateren dat uw waarneming toen en ook nu terugkijkend is van, het speelde zich vooral binnen het kabinet af, die discussie. En minder eigenlijk sterk gepolariseerd in de Tweede Kamer. Ja.
Hoe duidde u eigenlijk toen die aanbesteding, we praten dan over medio 2000, hè, of richting 2001, hoe duidde u de kansen dat NS die openbare aanbesteding zou winnen? Nou ja, kijk, ik had hoop dat er echt marktspanning was. Hoe onlogisch misschien ook, als je over de laatste 100 kilometer praat vanuit Parijs gezien. En dat dan NS wel flink moest meebieden om aan de bak te blijven. Want ze waren eigenlijk in die voorgaande stap al aan de bak geweest. Achteraf blijkt dat ze veel minder hadden kunnen bieden. En dat hadden ze het ook gekregen. Maar ik denk dat het heel treurig is dat er zo weinig marktspanning blijkt te zijn. En dat dat ook aanleiding eerder bij het kabinet dan bij de Kamer, denk ik, had moeten zijn. Om te denken, ja, zijn wij nu op de goede weg? Ja, dus dat is wat u nu terugkijkend constateert. Maar op dat moment, want er was natuurlijk een brede sympathie toch voor die verdomde NS, laat ik het zo zeggen. En als dan de kans groot is dat ze die aanbesteding niet winnen, ja, dat voelt toch ook niet. We hebben het net gehad over gekke Henkie, dat voelt toch ook niet goed? Nee, maar ja, ik weet niet wat voor krachten daar gespeeld hebben. We werden geconfronteerd met de resultaten, die dus zeer tegenvielen. Niet qua prijs, maar in de aantallen. En er was eigenlijk geen concurrentiekeuze. Ja, dat is wat u constateert. Achteraf. Achteraf. Maar u had zelf niet een mening van NS gaat dit winnen, ja dan nee? Nou ja, ik dacht bij mezelf, NS moet dit kunnen winnen, maar hoeft niet per se. Hoeft niet per se. Ik had gehoopt dat serieuze partijen, en de anderen die meegedaan hebben zijn natuurlijk wel best serieus, maar DB en SNCF, dat zijn de spoorwegmaatschappijen van Europa, dat die er werk van hadden gemaakt. En DB gaat dan niet een bod indienen dat net aan die 100 miljoen voldoet, 101 geloof ik, maar vervolgens zo afgewezen kan worden omdat het niet aan de frequenties voldoet of sneller of wat dan ook. Ja. En weet u hoe het kabinet de kansen inschatte wie de aanbesteding zou winnen? Nee, dat is mij niet bekend. Heeft u geen winnen? Nee. Kijk, wat wel duidelijk was, was natuurlijk dat Financiën een hoop had om er gewoon geld uit te krijgen. Op een reëel bedrag, ja. Om ook in die hele lastige boekhouding van miljarden bij elkaar op, dat er ietsje terug zou komen, maar goed, het is maar ietsje. Maar ja. Ik heb daar niet over gehoord of men daar kansen zag voor NS of voor anderen. Ja. Toch nog even over krijgt NS het nu wel of niet? Want daar werd in de Kamer natuurlijk wel over gediscussieerd. En men was natuurlijk toch bang dat dat NS het niet zou halen. En u hebt zelf gezegd, u hebt zelf verteld van, ja, ik was in Parijs en daar lachten ze me eigenlijk uit. Wat zijn die gekke Nederlanders aan het doen om hun staatsbedrijf, laten we eens even, aan de markt uit te leveren. Toen bent u daar erg op bekritiseerd dat u het vervolgens toch meeging in die aanbesteding. Kunt u dat schetsen? Hoe die discussie is verlopen? Ja, luister, wij hadden als fractie, en ik ook persoonlijk, daar een duidelijke opvatting over, marktwerking als doel. He, om tot het goede product te komen. En die Fransen, ja, dat is natuurlijk gruwelijk, want Frankrijk staat helemaal stijf van staatsbedrijven. Dus, en ik kan die Fransen niet op andere gedachten brengen, dus ik werd ook niet echt zenuwachtig van wat die Fransen zeiden. Maar het typeerde wel een verhouding en dat verklaart ook waarom SNCF helemaal niks gedaan heeft. En ze hadden dat goed gezien, want je moet toch, wil je naar Gare du Nord in Parijs, dan moet je wel door Frankrijk. Nog erger, ja. Moet ook nog eerst door België. Maar dat begrijp ik even niet. U zegt SNCF, dus de Franse spoorwegen, die hebben niet geboden? Nee, die hebben niet geboden. En waarom hebben ze dan niet geboden? Ik denk omdat ze toch vanzelf aan de beurt kwamen. En ik sluit ook niet uit, het kan niet anders dan dat er ook maatschappijen onderling afspraken hebben gemaakt. Ik heb u was eerlijk ook verteld, dat er zijn clubs in Europa waar ze lid van zijn. Ze hebben elkaars telefoonnummers. En ik denk ook dat het verklaart waarom DB zo krakkemikkig een bod inleverde. Want DB snapt wel dat Nederland invloedsgebied van Frankrijk is. Dus DB die kan beter naar Oost-Europa gaan of naar Zuid-Europa. Dus dat, u heeft daar geen bewijzen voor? Nee, maar dat zo is het natuurlijk gegaan. Een vermoeden als je de markt dat het kent, zo dan kan het zo niet anders. Dan gaat het zo. Ik houd even een citaat van u voor. En dat gaat nog steeds over die discussie. Hè, van hoe kan het nou dat zeg maar, u instemt met die openbare aanbesteding, maar toch ook zegt, ja, die Fransen zijn niet zo gek. En dan zegt u, dan gaat het over de NS, dat zullen wij nog wel zien. Want we hebben de minister wel gevraagd om ons nog wat meer en beter te informeren over het verdere verloop van de procedure. En dan gaat het over de kansen voor NS. Kunt u zich dat herinneren? Nou ja, kijk, er zijn ook heel veel vertrouwelijke overleggen in die tijd geweest. En dat is op zich heel vervelend, zeker ook voor dit soort onderzoeken achteraf. Want er zijn geen data van, er zijn geen agenda's van, er zijn helemaal geen verslagen van.
Nee, maar dit is een openbaar debat. Ja, dat is een openbaar debat, maar tussenin zat het hartelijk die vertrouwelijk overleggen. Dus kijk, we hebben wel veel informatie gekregen. We kregen ook van tijd tot tijd een stuk en vertrouwelijk. U kent die procedure, het ligt al ter inzage, moet je voor tekenen. En dan kun je dat bekijken. Maar ja, nogmaals, vanuit onze fractie ging het eigenlijk wel een goede kant op. En die openbare aanbesteding werd gedaan. Ja, maar kun je nou uit dat citaat van u... En u zegt van ja, vertrouwelijk werd er wel veel meer gedeeld dan we publiek konden maken, gezien de belangen. Dat in die vertrouwelijke overleggen toch geschetst is dat NS een uitstekende kans had om die aanbesteding te winnen. Nee, dat kan ik me niet herinneren. Nee. Het was voor mij gewoon open, we gaan die aanbesteding doen. En ik was heel benieuwd naar wat eruit zou komen. Maar u zegt wel van, ik herhaal het nog maar even. We hebben de minister wel gevraagd om ons wat beter en meer te informeren over het verdere verloop van de procedure. Dus dat zullen we nog wel eens zien. Waar ik dan achter denk of NS buiten de boot valt. Dat is toch de suggestie die klinkt achter dit citaat. Ik was volledig eens met de in gang gezet door aanbesteding. Ik was heel benieuwd naar de resultaten. Ja, dus dat, goed. U kunt zich dat niet herinneren hoe... NS op een of andere manier in een bepaalde positie is gebracht of u is mee. Ik heb me in elk geval niet aangedrongen op een voorkeurspositie van NS binnen die aanbesteding. Dat zou volgens mij ook heel raar zijn als je dat zou doen. En ik heb ook geen herinnering dat andere woordvoerders, met name die van de coalitie, dat wel gedaan zouden hebben. Goed, ik ga met u naar de ondertekening van de concessieovereenkomst. Wat minister Netenbos zou op 12 december 2001 de concessieovereenkomst tekenen met NS KLM. En de Kamer zou op 6 december, dus zeg maar een week daarvoor, nog debatteren. En vervolgens is die ondertekening vervroegd naar 5 december. Dus een dag voor het Kamerdebat. En u en andere collega-Kamerleden die vonden dat niet zo elegant ten opzichte van de Kamer. Heeft u enig idee waarom die ondertekening is vervroegd? Nou ja, even los van dingen, hele platte dingen als agenda kwesties. Die kunnen natuurlijk ook spelen, want iedereen moet tegelijk die handtekening zetten. Is het denk ik niet vervroegd omdat de minister voor de Kamer bang was. Want ze hoefde voor de Kamer niet bang te zijn. Want die had er steeds gesteund. Ik vind wel dat de minister een risico loopt als ze een dag eerder tekent. Maar dat risico ligt dan ook bij haar. Dus als je dan zegt, waarom doet ze dat? Misschien, maar ik zeg misschien. Omdat ze bang was dat de NS weer ergens iets roet in het eten zou gooien. Dat u weet maar dan dat ze banger voor de NS was dan voor de Kamer. Ja, maar dat NS de Kamer zou bewerken om iets te ondernemen. Precies, want als er nog niet getekend was en we hadden het overleg met de minister, dan zouden we kunnen zeggen, en dan zou ze een meerderheid kunnen vormen, ook buiten onze partij om, dus door de coalitie heen en de oppositie, van nou, dan moet u veranderen. Er zou zelfs een VAO, er zou een motie over kunnen worden aangenomen. En om welke punten zou dat dan, ging dat dan op dat moment? Wat waren de heikele punten? Nou ja, de tariefrestrictie denk ik. Dat zou prioriteit 1 geweest zijn bij NS. Dat levert 47 miljoen op. Dat zou het punt zijn geweest, denkt u? Maar misschien nog wel andere. Hè, van de reistijden of de afspraken met Frankrijk en België die helemaal niet duidelijk waren. Bleek achteraf. Ja, dat zijn wel punten die in het overleg, in het debat op 12 december zijn gewisseld. Nadat al getekend was. Op 6 december, een dag later. Nee, het is op 5 december getekend, klopt. En op 6 december was het debat. Ja. Er zal vast over dat soort dingen alvast gesproken zijn. Maar toen was het contract getekend. Ja. Met ook de uitspraak van de minister dat ze niet het artikel over de tariefrestrictie zou invoeren. En u zegt, het zou kunnen. Ik weet het niet. Nee, dat is een hypothese. Een hypothese veronderstelling. Dat de lobby van NS dan nog zijn werk had kunnen doen als toch een week later was getekend. Goed. Dan ziet u het bod. De jaarlijkse vergoeding is vastgesteld op 148 miljoen. Wat dacht u, wat waren uw gedachten over de hoogte van die gebruiksvergoeding? Nou ja, ik bezag dat bedrag in combinatie met de bediening die aangeboden werd. En dat waren werkelijk fantastische getallen. Frequenties naar Parijs, naar Brussel, van Den Haag, van Breda. En dan nog 148 miljoen. Dus ik dacht, dat is voor elkaar. Niet dat we dan de investering terug zouden krijgen, want als je 2% rekent als rente over die 7 miljard, dan is dat 140 miljoen.
Dus dit helpt vooral even om de kosten die je in de onderhouds- en beheerssfeer hebt goed te maken. Maar natuurlijk niet om de investering terug te verdienen. Maar het was toch een mooi bedrag. En waar de norm 100 was, zat dat er ruim boven. Ja, u vond het een mooi bedrag, maar u had geen gevoel of het wel of niet reëel was? Nou ja, je hoeft niet echt heel deskundig te zijn om te weten dat dit een beetje fake was natuurlijk. Wat van de week ook heel duidelijk is geworden. Het bedrag was nog te hoog. Het gaat me even over wat u toen vond. Nou, ik vond het toen nogmaals in verhouding met die geweldige bediening. En met die hoge snelheden, want de reistijden zaten er ook nog in. En die 148 miljoen, eerst zelfs 178, maar dan gingen wat posten af. Daar was ik tevreden mee. Ja, zegt, nou, dat is toch mooi dat dat bedrag binnenkomt. En er is niet zozeer gesproken, is dat bedrag reëel? Op dat moment? Nee. En dat hadden we misschien wel scherper moeten doen. Kabinet eerst, vind ik, want die had ook meer gegeven, die had er meer bovenop. Maar dit is typisch een voorbeeld van een knock-out bod. Zo van, nou, we leggen het bod neer en er kan niemand meer doorheen. Dat bleek achteraf helemaal geen concurrent te zijn, dus men had het voor niks gedaan. Maar zo moet het bod typeren. Dus de dag na ondertekening vindt toch dat Kamerdebat plaats. En dan spraken dus Kamerleden Leers van het CDA, Veenstra, Partij van de Arbeid. En van Steenhoven van GroenLinks en Van den Berg ook nog van het SGP. Die zijn voor toepassing van die tariefrestrictie. En het beperken van de tarief op de prijskaartjes. Wat was het doel van de Kamer daarmee? Wat beoogde de Kamer? Nou ja, kijk, er is altijd een soort open zenuw in de Kamer voor het openbaar vervoer en vooral voor de tarieven van het openbaar vervoer. Net als de huurprijzen, hè. Dat zijn van die dingen die altijd spelen. Er werd ook wel gezegd, het wordt een bondjassentrein. Nou, bondjassen worden vervoerd in Bentleys en niet in treinen. Maar het was logisch dat sommige mensen in de Kamer zeggen, het tarief moet niet hoger zijn dan. En dan gaan we redeneren aan, gekoppeld aan het tweede klastarief. Zeg plus 30%. En dat heeft NS voorzien in de zin van, nou, als dat wordt ingeroepen, dan zijn wij daar klaar voor. Nog erger, men smeekte er eigenlijk om. Want dan gaat er 47 miljoen vanaf. Want dan wordt natuurlijk de opbrengst lager. Er gaan veel meer mensen dan bij de trein. Maar als het kaartje goedkoper is, kunnen meer mensen bij de trein. Dat zal ook een argument voor die andere woordvoerders geweest zijn. Dus in die afweging was het wel logisch dat zij dat wilden. Ja. Maar ik vond het volstrekt ongepast en ook onrijmbaar met het idee van aanbesteding. Want wat doe je bij de aanbesteding? Je zegt tegen een marktpartij, dan zie ik NS maar even als marktpartij, van u krijgt van ons die lijn, u mag erover heen en weer rijden, u moet aan die en die criteria voldoen en dan horen wij graag wat u ervoor over heeft. Ja, dat was duidelijk uw standpunt. Maar goed, dan wordt er een motie Veenstra aangenomen om die tarieven te maximeren. Met geloof ik alleen de stem van de VVD tegen. Gelukkig wel, gezet. Ja. Dat kunt u zich wel herinneren. Dat kan ik me wel herinneren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want het was toch een belangrijk discussiepunt. En u heeft aangegeven van, het is toch gek dat een marktpartij vraagt om beheersing van de tarieven. Want dat is juist iets voor de ondernemer om dat zelf te bepalen. Dat mag ik zo samenvatten. Wat vond u van dat NS daar om vroeg? Die smeekte erom. Ja, niet bij ons, want ze wisten dat ze bij ons nog niet verder kwamen. Maar ja, ik vond het ook ongepast en onloyaal richting het kabinet. Je maakt eerst die afspraak. Dan wordt het een kanbepaling in het contract. Dus de minister hoeft het niet te doen. Maar wist u dat het erin stond trouwens, die kanbepaling in het contract? Dat wist was de Kamer wel op de hoogte toen ze daarover debatteerden? Ja, dat wisten we. Ja. En dat heeft ook te maken dan met die 5 en die 12 december, waar we het eerder over hadden, denk ik. Ja. Maar ja, u kent Domino Nieuwenhuis wel, die zei ooit van, de parlement beslist bij een meerderheid, maar de meerderheid heeft vaak onverstandige besluiten. En de motie Veenstra is daar het schoolvoorbeeld van. En daarom ben ik ook heel blij dat wij dat niet gesteund hebben. Maar de rest heeft het wel gedaan. Maar hier is weer de grap dat de Kamer dit nooit echt heeft afgedwongen. Want je kunt wel bij een motie afspreken dat het moet, maar het is nooit gebeurd. Ja, maar wat vindt u daarvan? Dan kijk even los van uw standpunt, want dat is helder. Maar dat toch een grote meerderheid van de Kamer zegt, u moet met NS om tafel om iets aan die tarieven te doen. Maar dat het niet wordt uitgevoerd, die motie. Ja, ik ben het algemeen voor dat het kabinet moties van de Kamer uitvoert. Maar het is geen wet van medepers, dat altijd gebeurt. En in dit geval had de minister een goed argument, het was een kanbepaling. Er zat een tijdsdatum in. Het was een kanbepaling, maar de Kamer wil dat in meerderheid. En als ik u wat verder in de tijd even mag meenemen.
we hebben een nieuw kabinet en de boer is minister. Ja. En die zegt, we voeren de motie niet uit, omdat NS eigenlijk niet het gevraagde inzicht geeft in het financieel ondernemingsplan, hè, de business case. En is dat nog een argument geweest wat gespeeld heeft, wat u zich kunt herinneren? Ja, zeker. Maar bij de boer zag je al wel, hij was niet zo lang minister trouwens, maar zag je wel dat het ging schuiven. In het begin zei hij heel stoer van nee, we voeren het niet uit. En ik steunde hem daarin. Maar later begon hij al van ja, nee, misschien moeten we er toch eens over praten. En toen kwam het argument van, maar we hebben geen gegevens van NS gekregen. Het was ook raar dat NS natuurlijk die 150 miljoen bod had gebaseerd op het opblazen van het vervoer. En vervolgens ervan uitging dat die allemaal een maximum tarief zouden betalen, wat natuurlijk niet waar is. Mm-hmm. Maar als het tarief maximaal wordt, krijg je dat vervoer niet maximaal. Dus NS had er zelf een rekenfout als het ware ingebakken. Ja. Nou ja, dan moet je toch het kabinet niet verwijten dat men zegt van nou, wij houden het overeind en die 47 miljoen die krijgen we. Vond u nou dat de Kamer effectief heeft geopereerd op dat punt? Nee, maar dat vond ik weer niet erg, ook vanwege onze houding bij die motie. Maar als de meerderheid dit had willen doordraven, dan hadden ze nog een debat moeten voeren. Hadden ze het vertrouwen in de minister misschien moeten, het wantrouwen in de minister moeten uitspreken. Ja. Hadden ze de minister zelf weg kunnen sturen, als ze dat gewild hadden, maar dat is niet gebeurd. Dan de Kamer had, als ze dat echt gewild had, door moeten pakken. Dat is had ik niet gehoopt. Dat is ook niet gebeurd. Was niet uw hoop, maar dat hadden ze dan moeten doen. Nog even over dat, want er is een debat op 11 december 2002. En dan zegt u tijdens dat debat dat het niet interessant was dat High Speed Alliance, de vervoersdochter van NS, dat die achteraf spijt kan hebben van dat bod. Kunt u dat eens toelichten? Wat bedoelde u daar? Nou ja, dat is heel simpel. We zijn volwassen mensen. Zaak is een zaak, deal is een deal, afspraak is afspraak. HSH was apart opgericht voor deze operatie. Dus als die omviel, nou ja, dan viel die om. Dat was nog niet veel aan de hand. Daarom is ook dat vermogen een keer verhoogd in die club. Maar ik hou er niet van dat als je een aanbesteding tot een resultaat komt, dat je dan iedere keer dat terug onderhandelt, waar NS heel sterk in was. Iedere keer blijft het doorgaan. Maar als HSH omvalt, dan zou NS het moeten overnemen. Of er moet wel vervoer zijn. Als je een project gestart bent en de uitvoerder die gaat failliet of die houdt ermee op, dan is dat altijd een hele onprettige situatie. Vandaar dat ik eerder ook zei, toen de uitslag van de openbare aanbesteding bekend werd, met name het gebrek aan spanning, had misschien het kabinet ook nog eens even moeten nadenken of dit nu wel de handigste methode was. Ja. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Maar goed, maar even toegespitst toch op die tijd toen. Was toen eigenlijk al het beeld dat HSH kon omvallen? Ja, maar dat heb ik al gesuggereerd, ook wel in het debat en al toen het zaakje helemaal in het begin zat. Want iedereen weet toch hoe dat werkt. Ik bedoel, het gaat om langlopend contract, veel geld. Maar u zei dat toen het bot er was, toen was er toch een soort gevoel van, nou, dat is een mooi bot. Er was toch nog binnen de Kamer dan toch nog een redelijk blij gevoel, maar dat sloeg al snel om, begrijp ik. Nou ja, soms kan het bot ook te mooi zijn. Wat zeg ik, te mooi? Ja, mooi. En dat werd eind 2002, was dat al wel duidelijk. We zagen natuurlijk steeds meer dat het toch moeilijker werd. En dan kwamen steeds meer van die elementen van terug onderhandelen. Dat, één element wat ook speelde was, er was een motie van Heijem en die heeft u mede ondertekend, waarmee de regering werd verzocht om toe te zien dat NS de frequentie en loop van bestaande intercities eigenlijk niet zou aanpassen omwille van een betere exploitatie van de hoge snelheidslijn. Kunt u dat toelichten? Nou, er is ook weer een onderdeel in die hele reeks van het terugonderhandelen. Als je niet oppaste, dan werd gewoon alles naar beneden bijgesteld. Dus dat hele mooie bedieningsniveau, het begin, dat was dan weg. En dit waren allemaal pogingen om die kant op te gaan. En uit de Kamer hebben we toen behoefte gehad om uit te spreken dat we dat niet wilden. Dat wij gewoon die deal door wilden laten gaan zoals die gesloten was. Ja, maar we hebben nu over de intercity-lijn, dus om de hoge snelheidslijn heen, zeg maar het hoofdkernnet. Om welke lijnen ging dat dan? Welke lijnen waren in discussie? Dat zijn de parallel lopende lijnen. Dan zat de Benelux-lijn misschien ook nog wel in. Maar het ging ook om frequenties van treinen richting Brussel. Dat daar niet aangeknabbeld zou worden. En bijvoorbeeld de Benelux-trein, die op zich toch heel bekend was in Nederland en ook in de Benelux, dat die is op een gegeven moment weggegaan voordat er een nieuwe was. Dat is natuurlijk ook wel heel raar. Ja. Maar dit was bedoeld, deze uitspraak van de Kamer, om het kabinet niet te lichtvaardig akkoord te laten gaan met wensen van de uitvoerder om het allemaal wat simpeler en goedkoper te doen. Ja. Dan in 2005, dus we zijn een paar jaar verder, dan komen er ook signalen dat de levering van de treinen door Ansaldo Breda
dat die vertraging opliep. En dat werd toegeschreven aan een veiligheidssysteem, het beruchte of beroemde, hoe u wilt, ERTMS-systeem. En de oorzaak van die vertraging die lag volgens dus HSA en ook Ansaldo Breda bij de staat die geen duidelijke ERTMS-eisen had gesteld. Want het was eigenlijk nog een veiligheidssysteem in ontwikkeling. Was dat ook uw beoordeling toen ter tijd? Ja, kijk, het hele vervelende met ERTMS was dat iedereen gebruikte die kreet en niemand wist wat het was. Nou, het had met veiligheid te maken. En dat is ook heel belangrijk met spoor, zeker als je 300 km per uur rijdt. Maar het zou op het hele net worden ingevoerd. Dus het was een algemeen discussiepunt. En ik ken de details ook niet, maar ik weet wel dat alles niet terecht hier gebruik van is gemaakt om verklaring vertraging te verklaren, tegenvallers te verklaren. En het was weer onderdeel van het terugonderhandelen. En dan is heel moeilijk altijd de discussie, ja, wat is nu reëel de schuld van Les, wat is de schuld van de minister? Ja. Ik geef even het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, meneer Hofstra, heeft u nou de indruk gehad, als we kijken naar de concessieverlening aan de NS, dat het kabinet nou eigenlijk een te mooi beeld heeft geschetst? Want de problemen met de Belgen waren bekend, de vervoersprognoses, de reizigersprognoses, die klopten niet. Dat wist het ministerie ook. Heeft u niet het idee gehad dat het kabinet het mooier heeft geschetst dan het in werkelijkheid was? Ik denk zeker dat het achteraf het allemaal mooier gepresenteerd is. Maar dan moeten we niet bij het kabinet beginnen, maar bij NS, die het ging uitvoeren. Want die heeft gesuggereerd dat het allemaal kon. Die heeft ons die frequenties geboden, die heeft ons die snelheden geboden, die heeft nog een prijskaartje aangehangen. Je zou misschien kunnen zeggen, het kabinet had misschien wat kritischer moeten zijn of dit nou allemaal wel goed was, ook omdat er verder geen concurrentie bleek. En of het niet anders moeten had. En de Kamer daarna zou je ook kunnen zeggen, had misschien op dat punt kritischer moeten zijn. Maar het begint bij NS. Maar u heeft als Kamerlid natuurlijk ook een controlerende rol. U komt erachter dat het in de praktijk tegenvalt. Wat heeft u op dat moment gedaan? Nou ja, kijk, de Kamer werd wel steeds kritischer. Geen genoeg nam de motie geneigdheid af. Er kwam ook veel meer rapportage van het kabinet. Er kwamen veel langere brieven. En uiteindelijk heeft de commissie ook een subcommissie ingesteld. Om dan maar eens te zeggen, laten we zelf als commissie eens een keer de feiten in beeld proberen te brengen. Wat gebeurt er allemaal? Want we waren langzamerhand de sporen een beetje bijster. Ja, dus was dus moeilijk om grip te krijgen als Kamer. U zegt, de NS is zelf akkoord gegaan met de voorwaarden. Ze hebben daarna wel heel erg onderhandeld, terug onderhandeld. Maar u zegt ook, het kabinet heeft op dat moment ook wel een positiever beeld geschetst dan het uiteindelijk is geworden. Ja, op grond van die gegevens ja. Is dat zeker zo. Maar bijvoorbeeld ook een materieel wat heel vreemd was. NS bestelde het materieel, was er dus primair verantwoordelijk voor. Maar de minister heeft contract vastgelegd. Dat was toen Carla Peijs, dat zij zich ook niet zou bemoeien. Zij was niet zo belangrijk, maar al die ambtenaren natuurlijk niet zou bemoeien met materieelbestelling. Achteraf hebben we begrepen dat we voor 100 miljoen meer gewoon leuke treinen hadden gehad van Alstom of van ICE, die gewoon van Siemens, die gewoon reden. Daar gaan we nog allemaal het over hebben als enquêtecommissie. Ik heb nog één vraag over de oranje combinatie. Daar hadden we het zelf net kort over. U gaf aan dat u informeel eigenlijk al eerder op de hoogte was. We hebben deze week ook de heer Pans gehad, secretaris-generaal van het ministerie. En die zei, nou, de Kamer wist het. Die wist, was op de hoogte van de oranje combinatie. Was dat uw beeld ook? Ik gaf zelf aan dat u het wist, maar had u het idee dat het breder in de Kamer nogmaals, niet was? Zo expliciet vanaf toen of toen. Dat zou dan allemaal nagezocht moeten worden. Maar die oranje combinatie, laten we wel zijn, dat is gewoon NS, hè? Met een vleugje KLM. En Schiphol trok zo op een gegeven moment terug. De oranje combinatie is inderdaad het consortium, hè? De KLM, NS en Schiphol. Maar mijn vraag was het bij u bekend dat u niet de enige was die op de hoogte was informeel van de voorbereidingen van zo'n consortium? Ja, volgens mij was dat bij meer mensen bekend. Maar nogmaals, ik kan niet zeggen nu precies op welk moment en ook in relatie tot anderen, maar het speelt wel. Maar nogmaals, het was wel een imago-kwestie wat mij betreft, verkoop. Argument kun je noemen. Het was gewoon een NS met een vleugje. Ja. Maar was informeel, had u het idee dat meer mensen binnen de Kamer op de hoogte waren, voordat formeel, zeg maar, uiteindelijk in de stukken duidelijk werd dat er sprake was van een oranje combinatie? Ja, dat denk ik wel, maar ik kan daar geen tijdstip aan koppelen. Ja. Okay. Dank u wel. Ik geef het woord weer aan de heer Van Gerven. Ja, meneer Hofstra, we willen nu met u wat vragen stellen over de lobby van NS, hoe dat ze dat deden. En ontvingen wel eens informatie van NS over hun wensen? Hoe ging dat? Nou ja. Met betrekking tot de hoge snelheidslijn?
Ik had de gewoonte om mijn deur altijd open te laten staan, dus er kwamen allerlei mensen langs. En ook geregeld mensen van NS. Ja. Maar ik had een bepaalde manier van omgaan met lobbyisten. De allereerste keer dat het gebeurde was eind 94, nam ik het papier in ontvangst en dropte het boven mijn prullenbak. Ik begin als Kamerlid in een klein kamertje, dus was het niet ver lopen. In mijn prullenbak. En zei, luister, als je me wat wilt zeggen, vind ik het prima. En dan kijk ik wel wat ik ermee doe. Maar ik heb een hekel aan conceptmotie van het lid Hofstra of conceptamendement enzovoort. Nou ja, dus dat... Er waren wel gesprekken, maar ik was niet iemand die hun informatie één op één overnam. Maar u heeft ook wel eens conceptmoties ontvangen van NS? Dat weet ik niet of dat van NS was. Maar er lopen zoveel lobbyisten rond en dat gebeurt natuurlijk geregeld. Of conceptvragen. Ja, ja. Maar goed, maar dat is in zijn algemeenheid. Ja, maar spits het even toe op NS, want daar gaat het nu om. Hoe vaak werd u door NS benaderd en op welke manier? Nou, ik denk dat ik zeker voor elk AO wel weer contact had. Of het was een telefoontje, of het was een berichtje. Of men kwam even langs. En dat vond ik helemaal niet erg, dat hoor ik bij het werk. Alleen je moet als Kamerlid wel zelf de afweging maken. Wat kan ik daarmee? Ik gebruik informatie van lobbyisten ook wel eens om juist het tegendeel voor elkaar te proberen te krijgen. Ja, ik bedoel. Als er gedebatteerd werd, herkende u dan wel eens stukken die terugkwamen, zegt van heb ik gelezen in stukken van NS? Of, ja, maar ja, het is niet vriendelijk om dat zo duidelijk te zeggen, maar we weten allemaal hoe het gaat. Dus, en die mensen wil ik ook helemaal niet veroordelen, iedereen heeft zijn eigen lijn daarin. Maar ze kwamen geregeld langs. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Van dat u zegt van ja, dit was zo duidelijk ingestoken door NS. Nou ja, die tariefrestrictie. Ik denk dat die motie helemaal geïnitieerd is door NS. U zegt die zou, die zou door NS geschreven kunnen zijn. Bij verzoekspreken, ja. Ja. En ook andere punten die dus al terugkwamen. Kijk, daarnaast is het wel zo, NS is natuurlijk een belangrijk bedrijf voor ons vervoer in Nederland. En het is heel gebruikelijk dat de commissie, de Nederlandse commissieverband, zich één keer per jaar naar Utrecht gaat of ergens anders heen. Was het een succesvolle lobby? Hoe karakteriseert u die? Achteraf denk ik wel dat het succesvol is geweest. Want als we nu terugkijken, dan is heel veel terugonderhandeling is geslaagd. Maar we hebben nog geen trein. Maar zeker, maar in... november 1999, toen zei u dat nou, NS die schaakt beter op het parlementaire bord dan op het departementale bord. Kunt u die uitspraak van u eens toelichten? Nou ja, waarmee ik bedoel dat eigenlijk de Kamer toch altijd wel goed oog had voor de belangen van de NS. En neem die tariefrestrictie, weliswaar heeft de Kamer dat niet doorgezet, dat had ze kunnen doen, gaf een politiek probleem natuurlijk, niet doorgezet. Dus uiteindelijk is het niet zo ver gekomen, maar feitelijk... zijn toch heel veel dingen in het voordeel van NS veranderd. Nou ja. En nu zit het in de kernnet wat naar NS is gegaan. En er zit er zelfs in tot 2025, begreep ik. Ja, maar u zei ook van... u moet zich niet laten verleiden door de druk van NS. Dat zat ook gekoppeld aan die uitspraak van u. Kunt u dat toelichten? Nou ja, kijk, ik zie het zo. NS is een staatsbedrijf. De directie, de top van NS, heeft u geregeld overleg met de minister of de top van het departement. En daar hoort een zekere fatsoensnorm bij, vind ik. En we weten allemaal dat er een Kamer is, en dat is ook heel goed en noodzakelijk. Maar mijn stijl zou zijn, ik praat dan gewoon met de minister als ik directeur van NS zou zijn. En als we het op een punt niet eens zijn, dan zou ik zeggen, beste Carla, ik ga nu naar de Kamer. Maar open, met open vizier. Ja, ja. En NS was altijd continu bezig, en de ene lijn en de andere lijn. En ik kan me wel voorstellen dat een bewindspersoon... dan wel ambtenaren daar wel eens een keer genoeg van krijgen. Nou ja, dus u vond toch die lobby eigenlijk niet chic dan? Nee, precies. Dat is goed. Dat laat ik het zo samenvatten. En als je het doet, doe het dan openlijk. Ja, ook richting de minister. Die zegt van, hier zijn we het niet over eens, daar ga ik mee. En dat zou een goede code zijn van een staatsbedrijf? Ja, dat vind ik wel. Ik vind het voor een staatsbedrijf iets anders liggen dan voor willekeurig andere private maatschappijen. Maar daar zou ik het ook adviseren om het zo te doen. Ja. Uit het verhoor gisteren met oud-president directeur van NS, de heer Timmer, toen bleek dat de Kamer zich wel kon verplaatsen in NS. Sorry, ik vat het zomaar even samen. Is dat ook uw oordeel? Ja, ik heb wel een paar dingen horen zeggen die mij wat verbaasden. Ik heb meneer Timmer Laten we vooral focussen op die uitspraak, dus de relatie met het parlement. Ja, nou ja, dat deed hij tamelijk luchtig over en dat was ook... Dat hij ook zei van, nou ja, we dienen dat bod van in. Ik dacht haast, hij gaat zeggen, het is interim dividend.
En dan onderhandelen we wel terug. En blijkbaar had hij dat vertrouwen via de lobby, dat die hij overigens niet zelf deed, zoals hij zei. Maar dat dan wel kon in de Kamer. Dat vond ik wel een hele openbaring. Dat vond u openbaar en... Nou ja, dat hij dat zo duidelijk zei. Ja, ja, dat zei hij. Dat zijn gedachte was. Maar goed, dat, u vindt dat niet terecht? Of... Nou ja, wat is dan de waarde van zo'n bod als je dat op die manier doet? Dus ik zeg, maar we bieden dit. Ook het gemak waarmee hij er even 30 bij optelde. En dan zei hij, ja, dan moeten we er 1 of 2 af, want bij Albert Heijn is ook alles uiteindelijk 9. Dus ik denk van ja, hoe serieus is het allemaal? Goed, we hebben het al gehad over de tariefrestrictiediscussie. Dat was een hele duidelijke lobby, hè? Dat mogen duidelijk zijn. Vindt u dat de Kamer zich te veel heeft laten leiden door de lobby van NS? Ja, dat vind ik wel. Stel dat de Kamer dit doorgezet zou hebben, het kabinet bezweken zou zijn, dan hadden ze nog een zin gekregen. Dat is dan gelukkig niet gebeurd. Maar stel nou even dat de Kamer had doorgepakt op dat moment, laten we zeggen, met betrekking tot die tariefrestrictie, ja. Want dat was toch het heikele punt. Ja. Was dan het kabinet in gevaar gekomen? Was de soep zo heet? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik heb nooit rond dit dossier een situatie beleefd van politieke crisis. Dus ik denk dat men dan, als de Kamer toen doorgepakt had, dan had misschien het kabinet het gedaan. Ik zou me kunnen voorstellen, voordat ze gingen aftreden, denk ik. Ja, dus goed. Ik vroeg dit naar aanleiding van de vraag, heeft de Kamer zich te veel laten leiden door de lobby van NS? Ja, ik vind van wel. Maar nogmaals, ze hebben niet in alle opzichten hun zin gekregen. Ja, achteraf wel, maar niet op dat moment. Denkt u dat de Kamer de onderhandelingspositie van de minister ondermijnde met haar optreden? Ja, dat heb ik ook wel een paar keer geroepen in debatten. Kijk, of misschien voor de voeten liep. Precies. Ja. De rolverdeling is de minister, het kabinet regeert, de Kamer controleert. En daar, ik denk dat het efficiënt is, want je kunt als Kamerlid ook niet alles tegelijk, dat je daar ook aan houdt. En bij dit dossier kwam toch ook weer een paar keer die neiging op van nou, ga u maar even van de stoel af, dan gaan wij er wel op zitten, dan zullen wij het wel regelen. En dat moet je denk ik niet willen. Voor een deel wordt het ondervangen door ook dingen vertrouwelijk te doen. Die moeten ook vertrouwelijk vanwege dat het niet in de openbaarheid kan komen. Maar al met al is dat lastig. En kijk, NS heeft ook een raad van commissarissen. Wij zijn de raad van commissarissen. Ik zeg het verkeerd, u bent de raad van commissarissen van de BV Nederland. NS heeft er ook eentje, maar het zijn er 3 of 5 of 7. En die vergaderen in beslotenheid. We hebben gisteren wat in het publiek gehoord, maar ja. Normaal hoor je dat niet. Ja. En dat is een groot verschil, waardoor eigenlijk een minister altijd in het nadeel is. Ja. Maar de Kamer zou zich dat natuurlijk ook kunnen realiseren. En dan zeggen, nou, dit doen we wel en dat doen we niet. Ja. Vandaar ook het fenomeen van vertrouwelijke overleggen natuurlijk. Ja. Daar komen we misschien nog op terug. Nog één slotvraag en dat gaat over, nu zei je straks iets over het Intercity Max bod. Hoe zat... En even in relatie tot wat we net zeiden over dat de Kamer de minister voor de voeten liep. Speelde dat ook bij dat Intercity Max-bod? Of zegt u nee, dat was toch een hele andere situatie? Ja, dat was een andere situatie. En hij had daar een heel mooi plaatje, een heel mooi plan voor gemaakt. Maar veel ruimer dan in die HSL Zuid. En de vraag was de HSL Zuid. Dus daarom is het dat bod ook afgewezen. Maar daar heeft de Kamer denk ik de minister niet voor de voeten gelopen. Niet dat de Kamer zei, het moet dat bod zijn. Nee, daar had de Kamer daar juist dan wel actiever moeten zijn? Nou ja, het had gekund dat men zei van nou, nee, dat, we zijn het wel met u eens dat dit niet past. Maar misschien moeten we toch wat meer combineren. Maar dat is gewoon niet gebeurd. En weten we waarom dat niet gebeurd is op dat moment? Nou, omdat toch in die systematiek die heel vroegtijdig is vastgesteld, dat gewoon het niet paste. Het was niet alleen te lang, maar het was ook te kort, het was te zwaar of te licht en... Het past er gewoon niet. Niet op één punt, maar op heel veel punten niet. En daar heeft de Kamer, de commissiële Kamer, de minister in gevolgd. Oké, geef het woord aan de voorzitter. We hadden het al even over de besloten gesprekken hier in de Kamer. De vertrouwelijke debatten. Er is op veel momenten vertrouwelijk gesproken. Op wiens initiatief gebeurde dat eigenlijk? Eigenlijk altijd in dit geval op verzoek van de minister of ministers. Het kan best zijn dat in die gesprekken ook de Kamer wel eens zei, ja, dan willen we dan ook even weer geïnformeerd worden. Dus dat kan. Maar het initiatief was zeker niet vanuit de Kamer, maar meer vanuit het kabinet. En ook, denk ik ook begrijpelijk, want die hebben moeite om in het openbaar heel veel dingen te zeggen die ze liever niet in het openbaar zeggen. Dus. Maar u dient op 18 november zelf een motie in waarin u aangeeft
dat u wil dat de Kamer alsnog vertrouwelijk volledig wordt geïnformeerd. Dus u vroeg zelf ook wel om echt vertrouwelijke debatten. Ja, dat kwam ook wel voor, dat de Kamer dat ook vroeg. Zeker als de minister zegt van ja, maar ik kan hier geen mededeling over doen, want dat is vertrouwelijk. En dan is het logisch dat de Kamer op een gegeven moment, nou ja, dan willen we het graag vertrouwelijk weten. Hmm. En als we kijken naar verschillende onderwerpen in de debatten, is het nou zo dat over dit dossier meer dan gemiddeld vertrouwelijk werd gesproken? Ja, zeker. Veel meer dan gemiddeld. Maar Kamerleden mogen helemaal niks met informatie die ze uit vertrouwelijke debatten heeft. Wat hebben we daar dan eigenlijk aan? Dus na 16, 17 jaar parlementaire ervaring zeg ik ook, je moet het nooit doen. Okay. Want je kunt er alleen maar mee onderuit gaan. Want op een gegeven moment verspreek je je. Dat ga ik helemaal niet mogen zeggen. Dus je kunt er eigenlijk niks mee. Ja, je bent nieuwsgierig natuurlijk, dat is iedereen. Mm-hmm. Dus, maar ik geloof niet dat het zonder kan af en toe. Alleen in deze mate. We hadden ook nog de grote projectrapportage. Dit was natuurlijk een groot project. Kregen we elk half jaar ook zo'n dik rapport. Wat ook van weer het openbaar werd besproken. Dus. Dus u raadt eigenlijk nu de Kamer aan. Hou hiermee op. Doe het in de strikte uitzonderingen, nou, ik denk maar dat eigenlijk niet. Dat zal gewoon niet kunnen in de praktijk. Maar misschien is het wel goed dat er eens een keer een overweging komt van wanneer wel, wanneer niet. Misschien dat je de regels op dat punt iets zou moeten aanscherpen. Maar dat kan ook een zelfreflectie van de Kamer zijn. Misschien ook mee aan land van dit onderzoek. Maar van hoe gaan we daarmee om? Wat is meest wenselijk? Hoe heeft het volgen van de Kamer op het hele dossier uiteindelijk beïnvloed volgens u? Hoe bedoelt u? Dat er veel besloten overleggen waren. Heeft dat nou de gang van zaken beïnvloed? Nou ja, kijk, het voordeel van zo'n vertrouwelijk overleg is dat er heel veel gewisseld kan worden. En dan wil het wel eens vlotter gaan in de openbare behandeling. Omdat de Kamer dan weet wat hierachter zit en wat daarachter zit. En dan is het natuurlijk de kunst om die informatie die je gekregen hebt, en je wilt er iets mee via een motie of zo, om dat dan weer zo te verpakken dat het wel, dat je niet die vertrouwelijkheid schendt, maar dat wel duidelijk wordt wat er dan wordt bedoeld. Dus ik denk dat het ook wel in die zin een functie kan hebben, dat het openbare deel compacter kan, om het zo maar te zeggen. Maar ja, of je het in deze mate zou moeten doen, dat vraag ik te betwijfelen. Mevrouw Bergkamp schetst al even dat de vraag kan worden gesteld of de Kamer echt is geïnformeerd op een wat te rooskleurige manier. De rijtijdendiscussie die natuurlijk vrij ingewikkeld lag, bleek. Ten aanzien van die tarieven, er wordt veel verwacht van de Kamer, terwijl de Kamer dat eigenlijk nog niet eens weet op het moment dat er wordt getekend. De problematiek met de Belgen, eigenlijk heel veel dingen die nog zeer ingewikkeld waren. Waren dat nou allemaal onderwerpen die in die besloten overleggen wel aan de orde waren, maar daarmee niet controleerbaar? Ja, voor een deel wel. Maar kijk, het zijn allemaal dingen die achteraf bezien niet goed geregeld zijn in het eerste stadium. Het is toch wel heel raar dat er nog discussie is met de Fransen over hoe vaak we van Brussel naar Parijs kunnen rijden met onze treinen. Of hoe vaak we naar Brussel kunnen rijden. Dat is toch heel erg raar. In een heel laat stadium. NS heeft er eerst afgekocht. Ik geloof 18 miljoen kregen ze daarvoor. En hebben ze het vervolgens op het bordje van de minister gelegd. Want uiteindelijk heeft Peijs nog een keer met haar Belgische collega gepraat over die reistijden. Maar dit probleem was zo duidelijk aan de orde gesteld. Al voor het tekenen van de concessie. Daar gingen brieven over en weer. Naar jongens, kijk uit, dit is echt een heel groot probleem. Dit kan wel eens het hele proces gaan heel problematisch maken. Hoe kan het dan dat er dan toch wordt getekend met de gedachte, die Kamer, weet je, doen we er wel een debat mee, maar... Ja, maar toen er getekend werd, was het niet zo dat er in de Kamer algemeen bekend was dat al die dingen die zo zeker leken, reistijden, frequenties, het bedrag, dat er allemaal een beetje op los zand was. Maar bij het kabinet was dat wel bekend. Nou, die zullen ongetwijfeld meer geweten hebben dan de Kamer, want die zitten gewoon dichterbij, die doen het zelf. Maar is de Kamer daarmee niet te volgzaam geweest? Ja, dat heb ik eerder ook al gezegd. Misschien had het kabinet meer kritisch moeten zijn op dit punt. En misschien de Kamer ook wel. Maar op het moment van ondertekenen was er eigenlijk nog voor de Kamer volgens mij geen aanleiding toe. Want alles was duidelijk gepresenteerd. Het was een heel mooi bod wat er lag, gewoon met de frequenties, de bediening, de reistijden. Maar een onderlegger met alarmbellen. Nou ja, kijk, je kunt in de vergelijking zeggen, er is een bouwput gemaakt en er is een fundering neergezet, maar de vraag was dan niet beantwoord of het met palen gefundeerd moest worden of gewoon op staal. Dat kan ik achteraf wel zeggen, maar op dat moment kon je dat niet zeggen. Want alles rammelde nog op de essentiële punten. Over de Kamer wordt vaak gesproken in termen, was het lam of leeuw? Je zou kunnen zeggen, was het een tandenloze tijger
had het tanden, maar beet het niet. Wat zou u nou zeggen? Nou ja, kijk, dat is altijd natuurlijk in dit soort processen. Als je achteraf kijkt, zijn er altijd dingen gezegd. Dat had anders gekund en misschien wel gemoeten. In grote lijnen denk ik dat de Kamer met heel veel kritische interesse het zaakje gevolgd heeft. Er is ook heel veel over gedebatteerd. Er zijn ook heel veel stukken over. Mm-hmm. Maar zeker op dit cruciale punt van nu beginnen we ermee en dan ligt dit voor. Achteraf, zeg ik dan achteraf, dikke streep eronder, altijd makkelijk praat. Hadden we toen kritischer moeten zijn en eigenlijk eerst al het kabinet. En toen ook de... Mm-hmm. Dat is de ene kant die u scherp maakt. De Kamer had kritischer kunnen zijn. Maar dan rijst ook de vraag, had het kabinet misschien de Kamer beter moeten informeren over de risico's die gewisseld waren en waar het kabinet van op de hoogte was? Nou ja, dat zou op zich thuis horen in een grote projectrapportage, dat je ook de risico's apart als hoofdstuk iedere keer meeneemt. Maar dan herhaal ik ook alweer te zeggen dat het begin van het hele verhaal is natuurlijk NS, die als het om de tarieven gaat en de invloed van tarieven op vervoersvolumes en treininzet, ook niet echt helder is geweest. Want men heeft dus de maximale vervoersstromen, alle knoppen zo gedraaid dat het maximaal vervoer was, daar een maximale tarief op losgelaten zonder de vraag te stellen, die men zelf heel goed kon beantwoorden, van is dat niet te veel vervoer? Maar is het dan zo dat als de Kamer dat soort gegevens krijgt, dat de Kamer dan in uw beleving mag denken, jippie, of moet de Kamer denken, dit krijgen we nou, maar wacht eens even. En het kabinet, onderbouw dit, of hebben jullie hier aanleiding gezien om te denken dat het misschien wel allemaal niet zo rooskleurig zal uitpakken? Nou ja, dat is ook wel opgekomen, maar het begint allemaal nog maar bij NS. NS is onze huiscarrier. NS is een staatsbedrijf. En die heeft verstand van treinen. Dus wie is nou het eerste aan zet om die risico's scherper dan te maken? Mm-hmm. Dat is NS. Mm-hmm. En het kabinet? En vervolgens het kabinet en dan komt de Kamer. Die ja, volgens... Maar het kabinet wordt gecontroleerd door de Kamer en zou dus ervoor moeten zorgen dat de Kamer precies weet wat de staatsdeelneming aan kansen en bedreigingen heeft. Ja, want het bod, NS wilde het bod graag hebben, nou dat is prima gelukt. Ze hebben het gekregen, ze hebben de concessie gekregen. Maar vervolgens hebben ze niks waar kunnen maken tot nu toe van die treinen. Waar we het allemaal voor doen. Voor de mensen om van A naar B te gaan. Snel. De reizigers, ja. Even een uitstapje, waar u over nagedacht heeft zelfs, bedenk ik me nu ik die vraag stel. Het uitstapje naar Ansaldo Breda. Heeft u nou op enig moment echt serieus overwogen om naar Italië te vertrekken met z'n allen? Ja. En waarom dat bent u niet gegaan? Dat was in 2005. Dan zouden we naar Toscane gaan, naar Pistoia, waar die fabriek staat van Ansaldo Breda. Omdat wij een wat onprettig gevoel kregen. Kijk, Ansaldo Breda was bij ons niet bekend als treinenbouwer. Mm-hmm. Het is een grote club, hoor daar niet van. Ze bouwen ook defensiemateriaal en zo. En in Italië rijden ze ook goede treinen van hun. Maar op een gegeven moment zeiden we in de commissie van, zou het niet aardig zijn dat we daar eens even gaan kijken, incognito. Incognito? Petronozel, zo van kijken wat daar gebeurt. Want het gekke was dat de minister ervoor getekend had, ik heb het eerder al gezegd, dat ze zich niet met het materieel zou bestellen, bestelling zou bemoeien. Terwijl ze omgekeerd die reistijdproblemen weer terugkreeg van de NS, ook al heel gek. Dus toen dachten wij, dat was de tijd van de werkgroep Dijksma, van nou, dan moeten we daar zelf eens heen gaan. Maar ik weet niet precies waarom we niet is doorgegaan, dat was natuurlijk praktisch ook nog een beetje lastig. Ik wilde daar een weekendje aan besteden, maar dat is natuurlijk ook onhandig, want sommige is alles dicht in Italië, Maar goed, het was op zich een leuk idee, maar het is niet gerealiseerd. Maar heeft daarbij een rol gespeeld van, als we daar naartoe gaan, trekken we het probleem aan? Of is dat niet de afweging? Nee, ik dacht dat het meer praktisch was. Wanneer moeten we dat doen? Maar het zou ongetwijfeld gevolg geweest zijn als we heen gegaan waren en daar ook kont van hadden gedaan. Overigens, ja, we waren bij Ansaldo Breda waarschijnlijk ook niet veel wijzer geworden, want ze bouwden toen helemaal nog niet aan die treinen. In hoeverre had de Kamer nou de gedachte, want we hebben het over een aantal onderwerpen gehad, dat was met name nog even wat financieel, maar hoe keek de Kamer nou aan tegen, hoe gaan wij als Kamer de belangen van de reizigers bedienen? Hebben ze dat nou voldoende scherp gehad? Nou ja, kijk, de grap is als je ook de hele PKB ziet en waarom bouwen die HSL, dan is het hele principiële en goede gedachte, dat doen we voor het vervoer, dat doen we voor de burgers van ons land en ook van andere landen. Hè? Dat zijn zakenlui, dat zijn toeristen, dat zijn studenten. Dat zijn forensen. De helft van Liel die werkt elke dag in Parijs. Hup, uurtje rijden, kluiskees. Dus dat was het begin van het hele project. En daar hebben we ook allemaal met elkaar over nagedacht. En dan nog de overgang van vliegtuig en auto naar de trein. Dat was het beginpunt. Alleen, als je achteraf kijkt, zeg je, ja, misschien is die relatie toch een beetje verwaterd onderweg. Maar dat was de insteek. En daar is het hele project voor geantameerd. En achteraf hebben we die partij vooral in de kou laten staan. Maar we kunnen nog steeds niet met de trein. Oké.
U gaf een paar keer aan dat in uw beleving er eigenlijk nooit echt een politieke crisissfeer heerste. Maar het kabinet zou wel hebben gedaan wat de Kamer wilde als de Kamer echt had doorgezet. Kunt u daar nog iets meer over zeggen? Nou ja, dat is dan een inschatting. Hè? Kijk, ja, het ene is een feit. Ik kan me niet herinneren, ik heb af en toe wel een dikke hart, maar ik kan me niet herinneren dat we ooit een politieke crisisachtige situatie hebben gehad. Dat was natuurlijk wel eens irritatie, maar het is altijd wel zo. Dat de minister zich ergens aan ergert of een Kamerlid zich ergens aan ergert. Maar dat is normaal. Er was grosso modo geen politiek probleem rond dit project. Nou ja, dus... Als de Kamer echt iets had gewild, had het niet per definitie een Nou, ik een denk, als het een onderdeel was geweest, zoals bijvoorbeeld die tariefrestrictie, 47 miljoen, zie je als interim dividend, denk ik, als ik lid van het kabinet was geweest, dan was ik daar niet om afgetreden. Maar ik zei, oké, Kamer, wilt u dat, doen we dat. Maar het is niet gebeurd. Dus u denkt dat het niet per definitie zo zou zijn geweest dat er zware consequenties waren verbonden, maar misschien had de Kamer wat meer kunnen duwen en er was eigenlijk niet een man overboord? Nee, maar daar was het project ook niet beter van gegaan, denk ik. Als op dat punt de zaak, dan was het ook niet anders geworden. Mm-hmm. Dan hebben we die trein nu ook niet. Tenminste, ik zie niet hoe de verhouding is tussen die tariefrestrictie en wat er allemaal gebeurde na die tijd. Oké. We komen nog op de totale situatie rondom de trein, hoor. Heeft u nou het idee dat de Kamer misschien niet heeft willen bijsturen? Het uiteindelijk heeft willen volgen? Ten aanzien van de tariefrestrictie? Nou, kijk, in elk geval durf ik wel te zeggen dat er blijkbaar geen behoefte was om echt door te bijten. Want dan had men dat ook zonder ons had men dat kunnen doen, als men wou. We kunnen allemaal tellen. Dus dat wou men blijkbaar niet. Daar was blijkbaar geen behoefte aan. En ja, met dit soort projecten is het natuurlijk ook wel zo. Het loopt zo vreselijk lang. Er ontstaat natuurlijk ook een zekere gewoonte. Hè, van die voortgangsrapportages en dan weer een keer overleg. Als u dat nou overziet, op welke momenten had de Kamer nou kunnen veroorzaken dat het wel een succes zou worden, het geheel? Nou, ik denk niet in het begin van die aanpak. Wat ik in het begin al wel zei, misschien achteraf gezien hadden we nog eerder met het hele vervoerstraject moeten beginnen. Eerder dan nu. Zodat je er meer tijd voor had gehad. Maar die aanpak was volgens mij logisch. Maar er zijn mensen hier langsgekomen en die hebben één iemand heeft gezegd. We hebben zo, en dan vertaal ik het even in gebruikelijke termen, dat het goed te volgen is. Er is zoveel onmin geweest onderling, dat het misschien wel heeft veroorzaakt dat de treinen niet op tijd zijn besteld, of misschien later zijn besteld. Dat is een stelling geweest die we hebben gehoord. Nou ja, het was een ongezonde relatie tussen NS en Den Haag, om het zo maar te noemen. En het feit dat het een staatsbedrijf is, vond ik ook complicerend, als je in de markt iets uitvraagt. Maar ik denk, waar misschien langer naar gekeken had moeten worden, is gewoon de beslissende stap van go, no go. Mm. Hè? Dat je daar zegt van nou, wat krijgen we nu? Is dat voldoende geborgd dat we dat ook krijgen? Want achteraf, we hebben een prachtig bod gehad nogmaals. Dat kan niemand ontkennen. Het zat ook rond een goede prijs, het goede prijskaartje aan. Maar vervolgens zag je al die problemen die ontstonden. En dat is allemaal weer terug te voeren tot het bedieningspakket wat in het begin lag. Mm. En de alarmbelletjes daar... die toen al rinkelden. Ja, want kijk, voor de NS is dit natuurlijk ook niet leuk, want ik kan me niet voorstellen als je... Ze hebben maar één doel op aarde, hè, NS. Alleen maar mensen vervoeren. Dus dat is... Dit is voor hun niet leuk, maar het is allemaal nog zo gelopen. Dat is natuurlijk heel betreurenswaardig. Maar misschien had daar, zowel van de kant van het kabinet als van de Kamer ook, meer tijd voor moeten worden uitgetrokken om er langer op te komen. Kijk even naar de heer Elias, of hij daar op dit punt nog een vraag heeft. Ja, ik heb nog één vraag over uw rolopvatting, zeg maar, als controleur van het kabinet, als dat mag. En dan wil ik even inzoomen op iets wat u eerder in dit verhoor zei. U zei, ik vernam over die oranje combinatie via een binnenlijntje van het kabinet. Dat moet ook wel zo geweest zijn, want er is nooit, in welk kamerstuk dan ook, formeel aan de Kamer melding gemaakt van het in de maak zijn van die oranje combinatie. U zei ook, dat was eigenlijk de NS, hè, met een vleugje Schiphol en een vleugje... KLM erin. Toch is het van belang, want u weet daarvan, dat er dus wordt gewerkt aan die oranje combinatie. Maar u weet ook dat op dat moment de aanbesteding al begonnen was. Dat is iets dat eigenlijk niet mag, niet kan. Wist u dat? Nou ja, ik heb die opmerking dacht ik zelf wel gemaakt, dat het samenviel en in de procedure wellicht
of zeker, laat maar even in het midden, niet klopte. Nou, maar dat moeten we nou net niet in het midden laten, of het wellicht of zeker was. Nou ja, maar kijk, ik weet niet precies op welk moment het was. Nou, maar mag ik u dan helpen? Ja. Er is een nota spoor waarin zegt, we gaan de marktwerking verkennen. Dat schrijft mevrouw Jorritsma nog in kabinet Kok 1. Dat neemt op hoofdlijnen minister Netelenbos over in kabinet Kok 2. Dan komt er, wat die aanbesteding, die marktverkenning, die begint dan met een zogeheten registration document, waarin partijen zich kunnen registreren. Daartussendoor loopt dat IC Maxbond, waar collega Van Gerven het over heeft gehad, en dan de laatste kans. Dan komt er een kabinetsbesluit op 26 november 1999. Ja, we gaan beginnen met die aanbesteding. En dan gaan er op 22 december, gaat er zoals dat heet, een invitation to registered partners de deur uit. Dus vraag dus mensen om mee te doen. Formeel begin van een aanbestedingsprocedure. Dat weet u. Ja, toen althans wist u dat. Daarna hoort u van, er is toch overleg om buiten die aanbesteding om, helemaal op kousenvoeten en zonder dat we daar iets van horen, officieel, wordt daar aan gewerkt. Had toen uw rol als Kamerlid niet moeten zijn, wat zijn u aan het doen, waar ben je mee bezig? Dat kan helemaal niet. Nee, dat zou best kunnen, alleen ik weet niet op welk moment dat was. Dus ik kan ook niet reconstrueren of het toen opportun was geweest om dat te doen. Als u via het binnenlijntje hoorde, er wordt gewerkt aan de oranje combinatie, dan was dat na het formele moment, waar u ook weet van heeft, dat de aanbesteding al begonnen was. Dus vandaar mijn vraag. Had u toen niet moeten zeggen, jongens, wat zijn jullie aan het doen? Ja, misschien wel, maar ik weet gewoon domweg niet op welk moment dat speelde. Kijk, in de Kamer is ook nog vaak gezegd van in commissieverband, van ja, kan er niet gesproken worden, kan er niet bemiddeld worden. Goed gesprek, hè, dat hebben verschillende mensen ook vaak gezegd. Dus het was niet onlogisch dat er misschien nog contact was op een of andere manier. Maar ik weet niet. Ik heb er wel een keer bij, dat was vernomen, via welke route dan ook, maar niet op welk moment dat was en of ik dit had kunnen of zelfs had moeten doen. Het andere punt is, wist u van de strijd in de ministerraad in april 2000, waar mevrouw Netelenbos dus zei, we gaan stoppen met die aanbesteding, en een combinatie van andere ministers zei, nee, dat moeten we niet doen. Dat is geweest op 7, op 14 en op 28 april 2000 in de ministerraad. Wist u daarvan? Nou, ik wist alleen in algemene termen dat er wel verschil van mening was binnen het kabinet. En via het zogenaamde BPO is dat misschien ook richting fractie wel een keer teruggekoppeld. Maar ik weet het niet zo precies van die data. Dat was mij niet geworden. Maar u wist wel dat er toch, dat in het kabinet stevig lag, dat er problemen waren. Ja. Is het niet zo, dat is mijn laatste vraag, dat die volgzaamheid van de Kamer, die ook blijkt uit wat u naar voren brengt, vandaag, dat het wat breder lag en te maken had met het feit dat die coalitie het niet altijd even makkelijk had. Ik bedoel, Kok 2, dat zeggen historici ook, dat liep aanmerkelijk minder soepel dan Kok 1. Minister Hayo Apotheker was bijvoorbeeld afgetreden vanwege de mestwet. Dus pas op, niet te lastig doen, laten we dat kabinet niet te moeilijk maken. Speelde dat mee? Nou, misschien in het achterhoofd. Voor mij was belangrijker dat mijn fractie, en ik ook als woordvoerder, dat wij een bepaalde lijn hadden uitgestippeld. En we hebben in die lijn de minister, helemaal los van de politieke partij van de minister, hebben wij daarin gewoon gesteund. En een beetje, ging meer op het dossier, laat ik het zo zeggen, het onderwerp, dan op het kabinet en of het kabinet wel goed is. Maar had, een beetje plat gevraagd, maar had u door dat als u de minister steunde, minister Netelenbos, dat u daarmee vanuit de Kamer ook dwars inging tegen wat VVD-bewindslieden in het kabinet met haar te verhapstukken hadden? Nou, ik weet niet of ik er tegenin ging. Dat weet ik niet, want zij wilde de aanbesteding afblazen. En dat was niet mijn insteek. Maar u zegt, ik heb haar gevolgd. Ja, omdat zij niet in de Kamer zei dat ze tegen die aanbesteding was. Dat zei ze in het kabinet. En na het verscheuren van die brief, waar we van de week over hoorden, heeft zij tegen de Kamer gezegd, we gaan aanbesteden. Dus daarmee hielp ik het VVD-spaldeel, maar dat vond ik niet zo belangrijk. Ik vind het dossier was voor mij belangrijker dan wat er precies in het kabinet verder gebeurde. Dat ging mij om het dossier. Maar het is dus niet zo dat de relatieve volgzaamheid van de Kamer en er niet ook echt bovenop zitten en doorvragen, dat dat te maken had met het fragiele evenwicht in de coalitie van Kok 2? Nee, dat denk ik niet. Meneer Hofstra, wij komen tot een afronding van dit verhoor. Eerste verhoor vandaag.
Zijn er nog aspecten waar u weet van heeft, die de commissie niet gevraagd heeft, maar wel van belang zijn om mee te wegen? Nee. Dan dank ik u en sluit hiermee het eerste verhoor. Graag gedaan.